Ik ben ingelogd als docent en kies de klas waarvoor ik de instelling wil doen. De differentiatieinstelling vindt u onder instellingen. U heeft twee opties. De eerste is een persoonlijke leerroute op basis van een uitkomst van een nulmeting. In dat geval bepaalt de uitkomst van de nulmeting automatisch welke lessen de individuele student moet maken en voor welke lessen hij vrijstelling heeft. Indien u voor deze instelling kiest, dient u nog een nulmeting klaar te zetten. De tweede optie is een klassikale leerroute. Hier bepaal ik als docent voor de hele klas hoe de leerroute eruit ziet. Ik kies voor het laatste en klik op opslaan. Ik ga nu de leerroute samenstellen. Ik ga naar leerresultaten. Klik op het domein en het juiste niveau en klik dan op de knop Leerroute aanpassen. Door de lessen of tussentoetsen uit te vinken, pas ik de leerroute aan. De studenten zien nu in hun leerlijn dat er een aantal lessen grijs zijn. Vergeet niet om de gewijzigde leerroute op te slaan door op de knop Opslaan te klikken.